My English is better than my Dutch, so that's going to be difficult for me. Kijk, dit gebouw is een goed bekend voorbeeld van de architectuurse stijl die Koepmozaïek heet. Het grootste gedeelte is hier goed bewaard gebleven, inclusief de twee kleine ruimtes aan de zijkanten van de arch, de boog. Alleen de trap en de roofcone hebben een grote reconstructie ondergaan, de restauratie. De boog, real-time translation, sometimes can be difficult. Formalizes. De boog vormt de ingang, wat waarschijnlijk een residential group, een woningsgroep zou moeten zijn van een rijke familie. En hij gaat naar een centraal plein met gebouwen die waarschijnlijk voor politieke doeleinden zijn gebruikt. Het midden van de grote gateway van de doorgang, die gaat naar het Noordoost naar Zuidoost. Van Noordoost naar Zuidoost. De noordoostkant van de boog heeft een masker met een grote neus ter decoratie. In het bovenste gedeelte van de noordelijke hoek. En twee hutjes boven de ingang aan de zijkanten van de kamers, geflankeerd door mooie panelen.